Aan de voet van Les Alpilles ligt het stadje Saint-Rémy de Provence. Herenhuizen uit de 15e en 16e eeuw sieren het historische centrum. En alle mooie plekken liggen op loopafstand van elkaar vandaan. Aan het aantal ateliers en galeries is duidelijk te zien dat ook Saint-Rémy een inspirerende plek voor schilders en andere kunstenaars is. Mon chagrin ne sera pour personne. Je regarderai. Il y a que des ateliers ici, hein? Oui, il y a beaucoup à Saint-Rémy, il y en a beaucoup. Oui. Grâce à Van Gogh. Grâce à Van Gogh, oui. Ce tableau, par exemple, combien ça coûte? Pour avoir une idée? Celui-ci, dans les 2500 euros. 2500 euros? Voilà. Ah oui. Il y a aussi beaucoup de lumière hein, dans cette. J'aime beaucoup la lumière. Aussi comme Van Gogh. Ah oui, 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 j'adore la lumière. Et j'ai travaillé énormément avec ces pigments qui sont naturels et j'ai un beau résultat. Maar Erik, dat licht, hè? Is dat nou echt zo bijzonder, vind je? Lot, moet nu even kijken. Hoe mooi. De geluiden zie je trouwens ook fantastisch. Op 8 mei 1889 vertrekt Vincent van Gogh uit Arles om zich vrijwillig op te laten nemen in dit sanatorium in Saint-Rémy. Ironisch is wel dat hij juist in deze periode van psychische inzinkingen waardering krijgt voor zijn werk uit de gevestigde kunstwereld. Hij verbleef hier precies 1 jaar. Als antwoord op jouw vraag, Lou, waar zijn de meeste van die werken nou geschilderd? Die plekken bestaan soms helemaal niet. Want Vincent ging vanuit het sanatorium waar hij ontzettend productief was. Hij schilderde meer dan 150 werken. Ging hij vaak wandelingen maken. En dan daarna in zijn kamertje ging hij vanuit zijn herinnering dat op het doek zetten. Dus heel veel van die schilderijen die hij hier geschilderd heeft, zijn helemaal niet terug te vinden. Wel. De prachtige kleuren, mooie lichtinval en de heerlijke rust zijn zo typisch voor de Provence. Maar ook als je net zoals ik nu geen echte kunstenaar bent of je bent gewoon geen liefhebber van de schilderkunst, dan is dit toch een plek om heel veel inspiratie op te doen en al je zintuigen de kost te geven. Echt zo'n plek waar je een paar jaar zou kunnen terugtrekken. En weet je wat het is met die schilderkunst? Je moet echt een beetje oor voor hebben, hè?